Goedemorgen, bonjour. Merci bien, bonne journée. Dus dit is een primeur in België. De eerste maal dat een private bewakingsfirma degelijk de wacht in een Belgische militaire basis heeft overgenomen. De militairen die vroeg op de wacht zaten, die werden terug op andere diensten ingedeeld, zodat ze terug eigenlijk meer kerntaken gingen doen van de militairen. In die paar seconden dat dat voertuig toekomt en de badge controleert de wegrijdt, moet je heel het voertuig gezien hebben, alle personen van binnen en de houder die de badge afgeeft. Je doet eigenlijk een hele visuele controle van het volledig voertuig, wat wel alles oké is. En alle dingen die niet kloppen, moeten direct een belletje laten afgaan. Wij bewaken de militairen. Er ligt hier munitie, er liggen hier wapens, er ligt hier gevoelige informatie. Er zijn hoge personen van Defensie zelf, hoge ambtenaren, hoge diplomaten die binnen en buiten rijden. Het veiligheidsaspect ligt hier veel hoger dan op een andere post. Le poste de garde est le cœur en fait du travail. C'est ici que tout va partir. On est sur un site à risque, il ne faut jamais l'oublier. C'est un peu le point essentiel des sites de la défense. On doit pouvoir se soutenir les uns les autres. On doit savoir que notre collègue sera là pour nous en cas de problème et inversement. Et c'est quelque chose qu'on sent tout de suite quand on arrive dans une équipe comme ici. On va vraiment être formé via nos collègues, principalement sur les différents outils informatiques. Aujourd'hui, je suis ici en formation sur la base d'Everly, mais je ne vais pas y rester. Je suis ici en vue d'un apprentissage pour devenir chef poste sur la base de Rocourt. On a beaucoup de tâches à faire en même temps, mais c'est ce qui est plaisant aussi dans ce métier, c'est de pouvoir avoir justement cette diversité. Une journée n'est pas l'autre. Donc, il y a beaucoup de responsabilités, mais c'est très agréable à faire. Nicolas, j'ai une alarme en zone bleue. Tu peux te rendre avec le chien? Oui. Dat is Michael, die is 6 jaar nu. En ik ben daarmee aan het werk sinds dat hem 1,5 jaar is. Als er ergens een inbraakalarm is, dan gaan we daar met een hond heen. Je hebt brandalarmen die binnenkomen. Er zijn alarmen van een draad van de fans. Dat kan van alles zijn. Elke situatie is anders. Hè. Het is altijd een gezonde schrik van wat zou er kunnen zijn. Maar je weet ook dat je collega je volgt op camera. Dus eigenlijk, dat is safe. De mensen zeggen, een securityagent of een bewakingsagent, oh, dat zijn van die beren die aan de deur van discotheken staan. Dat zijn de meesten dat ze denken. Maar dat is helemaal niet zo. Het is veel meer dan dat. Het is heel gevarieerd werken.